Nu eerst. Goedemorgen, dames. Dit is hier een computerles. Computeren. Het lijkt vanzelfsprekend, maar voor ouderen is het nog vaak Chinees. Ik probeer iets te downloaden. DCIM is goed. Ja? Google Foto's. Oh ja. Om ouderen kennis te laten maken met de digitale wereld, worden er in Den Haag verschillende cursussen gegeven. Ik probeer een mail te versturen, een e-mail. En daar ben ik nou mee bezig, maar ik heb het nog niet helemaal onder de knie. We gaan het nog een keer proberen. JC van Touw, JC. Er zijn mensen die nog nooit met een computer in aanraking zijn geweest. Ze willen leren hoe ze kunnen e-mailen, op internet iets zoeken. En die maken we daar wegwijs in. Zo, mevrouw Hermans. Wat gaan we vandaag doen? Skypen. Skypen? Ja. De zoon van Lenny Hermans woont al 3 jaar in Thailand. En zij mist hem. Wat ik wilde leren, dat is het skypen met mijn zoon. Dan zie je elkaar. Normaal belt hij altijd door de telefoon, maar dan hoor je elkaar maar gewoon de stem. Zien we hier aan de rechterkant 3 dingetjes. Een camera, een telefoon en 3 puntjes. Om te beginnen even Skype oefenen met de buurman. Ja, kijk. Ziet er, waar moet ik op drukken om hem te zien? Oh, hierop. Hallo Frits, ik vind het leuk om je hier vandaan te zien. Het werkt, hè? Dat is zo geweldig. Ja, dat is echt heel leuk, hoor. Ik heb het nooit eerder geweten en je hoorde er wel van. Maar ja, als je alleen staat, dan ga je dingen zoeken om de narigheid weg te werken eigenlijk, hè? Inmiddels zijn er zo'n 1500 ouderen geholpen met dit project. Toen we hier voor het eerst kwamen, toen konden we eigenlijk niets. Alleen de knop aan en uit konden we nog vinden. Ja. En hier hebben we heel veel geleerd. Het is niet te geloven. Mensen zeiden wel eens tegen mij, je kan eraan verslaafd raken. Maar het is echt zo. Facebook, ja. Googelen, skypen. Van alles en fotootjes erbij sturen. Ja, dat is ook leuk. Ja, dat gaat heel goed. Ja, het lukt. Ik begin het al een beetje te leren. Ik hoop dat ze het ontvangen heeft. Oh, nou zie ik net adres niet gevonden. Oh, het is niet bezorgd. Ik moet het overnieuw doen. Voor Lenny is het zover. Zij gaat naar een rustige plek om voor de eerste keer met haar zoon te skypen. Gaan we oproepen? Ja, daar is die. Ja. Drukken. Ja, daar hebben we hem. Ja, kijk. Hoi, hoi. Nou. Ja, het is gewoon een wonder. En jij in Thailand en ik in Nederland. Het is vorig jaar in mei is zijn vader overleden. Dat heb ik hem voor het laatst gezien. Dus nu zie ik hem dus weer voor het eerst. Dat is zo mooi. Dus, ja, dat doet wel wat. Op die leeftijd dat nog voor elkaar krijgen, dat is gewoon grandioos, ja. Ik zou zeggen een dikke knuffel en weer tot kijk. Dag. Dag lieverd. Leuk hoor. Zo. Geweldig hè? Geweldig hè? Nou. Skype ja, met je zo. Ja. Fantastisch. Wie had dat ooit kunnen dromen? Ja. En nu ga ik zondag lekker skypen met hem. He, dus dan zie ik hem weer. Mooi hè? Ja, dat is gewoon prachtig.